Goedemorgen allemaal. Allemaal hartelijk welkom. Goed dat jullie er zijn. Welkom in Shelter. Als iedereen een plekje wil gaan opzoeken. En terwijl je naar je plekje toe gaat of op je plekje zit. Geef je buurman of buurvrouw even een gepast compliment. Een goed compliment. Zo van wat zie je er prachtig uit. Wat goed dat je er bent. Dat gaat jullie goed af. Yes, heeft iedereen ondertussen een plekje gevonden? Vandaag gaat een hele speciale dag worden, amen? Ik hoor bijna niemand nog. Vandaag gaat het een hele speciale dag worden, amen? Ik hoor het nog steeds niet. Vandaag gaat een hele speciale dag worden, amen? Nog één keer dan, amen? Yes, nu heb ik de aandacht. Lekker hoor. Hey, ik wil jullie van harte welkom heten hier in Shelter. Ook als je hier bent als gast vanmorgen in ons midden. Wellicht voor de allereerste keer. Misschien ben je hier al vaker geweest. Als je binnenkomt is er een informatiebalie. Daar kun je meer informatie vinden van wie wij als Shelter zijn. Daar kun je een tasje onder andere meenemen. Daar zit meer informatie in van wie wij als Shelter zijn. Ook een lekker snoepje. Dus als je als gast bent heb je het voorrecht dat je zo'n tasje mag afhalen bij de informatiebalie. Ik wil wat bijzonders met jullie delen. En vorige week was tijdens de samenkomst dat Mariette een aantal woorden deelde. Indrukken die ze van God had ontvangen. En ja, wellicht was je erbij. Volgens mij was het in de tweede dienst. En heel vaak gebeurt het denk ik dat we iemand een woord horen delen. En dat we eigenlijk wel nieuwsgierig zijn van wat gebeurt er dan daarna. Wie is er nieuwsgierig wat er daarna gebeurde? Ja. Ze deelde een aantal hele specifieke woorden. En voor al die specifieke woorden kwamen er ook mensen die zeiden, dat woord is exact voor mij. En dat is hoe God werkt. En Mariette had zelfs nog een aantal dingen opgeschreven die ze niet genoemd had, maar die we ook nog eens klopten. Dus dat is zo ontzettend gaaf om te zien hoe God spreekt, maar ook om te zien hoe Mariette erin uitstapt. Om daar gehoorzaam in te zijn en eigenlijk de stap te maken. Die je misschien soms eigenlijk met een beetje spanning zet om daarin ook gewoon vrij uit te delen wat je ervaart, wat God en wat de Heilige Geest aan het doen is. En ik wil je vanmorgen wil ik je ook uitdagen om eigenlijk een stap te zetten waarin je zegt ik stap over angst heen. En voor iedereen kan dat een andere angst zijn die je soms tegen kan houden om dieper te gaan met de Heilige Geest, om verder te gaan met wat God wil doen. En ik wil je echt uitdagen om, nou het stormt weer lekker buiten, to throw your fears into the wind. He, om die angsten, om die weg te gooien en tegelijkertijd je over te geven aan wat God aan het doen is. En het is misschien zoals met bungee jumpen, als je hoogtevrees hebt en je gaat op het randje staan om te bungee jumpen, dan is dat een enorm grote stap om naar beneden te springen. En dan kan het misschien comfortabeler zijn om wat verder weg te staan, maar waarschijnlijk is het meest comfortabel om zo ver mogelijk van het randje af te blijven. Ja toch? Maar als je wil meemaken wat voor gave dingen er gebeuren op het moment dat je gaat bungee jumpen, en als je je hoogtevrees wil overwinnen, dan zou je misschien zo'n leap of faith moeten maken, zo'n stap van geloof. En ik wil je vanmorgen wil ik je uitdagen om hetzelfde eigenlijk te doen in de geestelijke wereld. Om gewoon te zeggen van ik gooi angsten opzij. Angsten wat mensen misschien van mij denken als je uitstapt. Angsten om misschien niet dat accurate woord van God te hebben. Angsten die misschien wat voor gedachten ook geven in jouw gedachtenwereld. Om die opzij te gooien en in geloof God achterna te gaan. In het volle vertrouwen dat Hij steeds spreekt en dat Hij steeds stuurt. En Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en voor een eeuwigheid. Dus wat Hij vorige week deed, doet Hij vanmorgen. En ik wil jou persoonlijk uitdagen om ook gewoon tijdens de aanbidding gewoon te kijken wat God wil spreken en hoe je naar een ander toe mag gaan om je rijen uit te komen. Als je zegt, ik heb al zo lang het idee, ik zou wel eens hier vooraan willen aanbidden, maar iedere keer vind ik het maar spannend en durf ik het niet. Ren dan zo meteen naar voren toe, terwijl de kinderen naar de samenkomst gaan, kom je lekker vooraan staan aanbidden. Yes? Zullen we dat afspreken? We gooien angsten in die storm en die neemt ze mee en wij gaan God in het volle vertrouwen achteraan vanmorgen. Amen. Laten we samen gaan staan.
Vader, Heer, we willen u vanmorgen ontmoeten. Heer, en als we hier zijn, Heer, willen we in het volledige vertrouwen, Heer, willen we ons overgeven aan u. Heer, en wat voor angst, Heer, of wat voor gedachte ons ook in de weg kan staan om volledig u achterna te gaan. U te vertrouwen voor wat u wilt doen. Heer, die gooien we in de wind. Heer, op dit moment, een Heilige Geest, blaast u het maar weg. En Heer, ik bid zo op dit moment, Heer, dat als we u ontmoeten vanmorgen, Heer, dat we ons volledig mogen overgeven, Heer, aan wat u doet. Heer, we willen u ontmoeten. Heer, we willen u radicaal achterna gaan. We willen niet van een afstand kijken, Heer, maar we willen de sprong wagen. Heer, die sprong in geloof. In de naam van Jezus. Amen. Kinderen mogen naar hun dienst. Never stop, you never stop working.
You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, even when I stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're the way. A way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who. And that is who you are. And that is who you are. We stand on this truth. We stand on this truth. We stand on this truth. Oh, that is who you are. And that is who you are. And that is who you are. And that is who you are. We make fight for
You're right here. You're
never left, you never left, you never leave us, you're right here. You're right here. Love from us all. 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 You're right in the room. You're right here. Victory.
Revival, pour it out, pour it out.
surrounding me, let it break. At your name, oh, still cold sea to still, the rage in me to still, every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Call these bones to live, call these lungs to see once again. I will praise, oh Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, oh Jesus, Jesus. You make the darkness. Silence me, oh Jesus, Jesus, Jesus.
is alive, forever lifted high. Your name, it cannot be wel, Heer. Ik zag tijdens de aanbidding allerlei wekkers. Gewoon door de hele zaal. Gewoon kleine wekkers. En eerst ging er eentje af en daarna gingen er twee af en drie. En op een gegeven moment heel veel wekkers tegelijkertijd. En wat ik geloof, wat God op dit moment gewoon aan het doen is, is dat hij mensen aan het wakker maken is. Hij is mensen aan het wakker maken. We zongen het net ook. Maak uw gemeente wakker, maak uw stad wakker. Breng het tot leven. En ik geloof inderdaad dat we mogen reageren op die wekkers door op te staan. En door met elkaar gewoon heel wat Jezus te roepen. Want Jezus is degene die de nacht weglaat waaien, zeg maar. Hij brengt dag in de plek van nacht. Hij is de zon, zeg maar. Hij is het licht. En ik geloof inderdaad dat we die wekker uit mogen zetten. Dat zeggen we door keihard Jezus te roepen. En dat we als het ware onszelf, zeg maar, gaan staan. Zeg maar, Heer, maak mij maar wakker. Maak mij maar wakker gewoon voor deze nieuwe dag. Maak mij maar wakker om die lichtdrager te zijn in de wereld waar u me zendt. Zullen we het doen met elkaar? Yes, come on. Laten we zingen Jezus. Roep maar uit. Jezus. Jezus. Hey, maak me maar wakker, Heer. Jezus, maak me maar wakker. Maak me maar wakker. Heer, ik sta op in licht. Ik sta op met de kracht van de Heilige Geest in de naam van Jezus. 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 Yes, come on. Yes, come on. Ja, wij staan op. Jesaja 60, daar staat: sta op en schitter, je licht is gekomen. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat we op mogen staan. Dat we het licht van deze wereld zijn. Dat is wat Jezus ook zegt. Jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn een zout en zout. En Jezus gaat mensen wakker maken. Hij gaat ons op laten staan voor een nieuwe dag. Voor een nieuw seizoen. Ineke die zei het net ook, Matthäus 6 geloof ik dat ze zei, dat de discipelen die waren bang dat ze in de boot zaten met die hele grote storm. Maar eigenlijk wat er moest gebeuren, zij moesten wakker worden. Zij moesten wakker worden. Want als zij wakker zouden worden, zouden ze niet meer angstig zijn voor die storm. Dan zouden ze net als Jezus zeggen, storm ga liggen in de naam van Jezus. Zij moesten wakker worden. En zo mogen wij ook wakker worden deze morgen. Dank u wel, Heer, dat u dat gaat doen, dat u daarmee bezig bent om de gemeente op te wekken en wakker te maken. In de naam van Jezus. Ineke had ook nog een woord van kennis. Wil je die delen? Even nadenken hoor. Ja, ik moest denken aan dat het voor iemand in de zaal dat de golf zo hoog is. Kijk, we hadden het over Marcus. En Jezus die ligt in die boot en het stormt enorm. En ik geloof dat er voor iemand in de zaal dat de golven zo hoog zijn dat hij bang is dat hij verzuipt. En ik geloof dat het genoeg is. En dat het genoeg is en dat je niet zal verzuipen. Maar dat je de autoriteit mag pakken en dat Jezus met Jezus gaat staan. Wees stil in de naam van Jezus. Zeg het gewoon. Wees stil in de naam van Jezus. Je zal niet verzuipen. In de naam van Jezus. Het overweldigt je niet. Het overweldigt je niet. Halleluja. Dankjewel. Gisteren, voordat ik even verder ga. Je mag even blijven staan. Want ik geloof dat God nog niet klaar is. Je mag nog even blijven staan. Als je kunt staan. Je ziet hier twee geweldige gastaanbindingsleiders.
Dat is Laura en Rachel. Ze zijn uit Eastgate. Zullen ze verwelkomen? En ze zijn niet alleen. Ze zijn hier ook met Irene en met Dave. En Dave die zal straks spreken. En we willen ze echt ontvangen als vrienden. Het zijn vrienden uit Eastgate. En ze waren hier gisteren ook om tijd door te brengen met het aanbiddingsteam. Gisteren hebben we samen een nieuwe groundavond gedaan. Het was een heerlijke avond. En het is gewoon fantastisch om te mogen bouwen aan relaties met mensen die eigenlijk hetzelfde verlangen hebben. Dezelfde dromen hebben. We willen God zien in onze wereld. Dat is waar we voor gaan. We willen God zien bewegen in al zijn kracht. En dat is geweldig om ze te kennen en om ze te mogen ontvangen als vrienden om samen op te trekken. En gisteren sprak ik Irene even kort en zij had een woord. Ze zegt, ik heb een indruk wat God aan het doen is in Nederland. En het woord wat zij deelde, dat kwam me heel bekend voor. Ik heb dat vaker gehoord de afgelopen half jaar van mensen uit Duitsland, uit Zwitserland, uit Amerika, uit Noorwegen. Mensen die zien van, hey, Nederland staat bij God in het vizier, zeg maar. Het is alsof er een lichtbundel op Nederland aan het schijnen is op dit moment. En mensen over de hele wereld zien dat. Het is belangrijk dat wij als Nederlanders dat ook gaan zien. Toch? Want soms kunnen we zelf blind zijn. Omdat we zelf in die straal zijn, kunnen we soms niet zien aan de buitenkant waar die straal aan het schijnen is. Als je wat afstand neemt, dan kun je zien waar die straal aan het schijnen is. En daarom hebben we soms mensen nodig van buitenaf die ons vertellen van, joh, maar dit is wat er gebeurt in Nederland. En ik heb Irene gevraagd om even dat kort te delen. Please, Irene, would you share your word, your thoughts about the Netherlands, what you shared yesterday? Hello. Hey. Can I invite you to remain standing? Mag ik je vragen om te blijven staan? This word is for you. Want dit woord is voor jullie. There's such a highlight on the country. Er is echt een zoeklicht gericht op jullie land. For a little while now, prophetic people around Europe. Voor een tijdje al zijn er verschillende profetische mensen om Europa heen. We have felt like there's a beam specifically on your country. En we geloven echt dat er een lichtzaal specifiek gericht is op jullie land. It's like God has been highlighting you to the rest of the world. En het lijkt wel alsof God jullie echt in het zonnetje zet voor de rest van de wereld. Je laat opvallen. It's like he's putting you, like showcasing, like a jewel. En het lijkt erop dat hij jullie echt een pronkstuk wil laten zijn, een kroonjuweel. I really believe that God is doing something extremely significant in the country. En ik geloof echt dat God iets enorm opvallends en betekenisvols aan het doen is in het land. Something that will change the way people think about God and think about themselves. En het zal echt het denken van mensen over zichzelf en over God veranderen. I feel like God is restoring the prophetic inheritance of the nation. En ik geloof echt dat God het profetisch erfdeel van het land aan het herstellen is. He is reopening wells. En hij heropent bronnen. He is revealing himself and establishing his presence in new ways. En hij laat zichzelf op nieuwe manieren aan jullie zien en door jullie heen zien. I believe that the fact that Awakening Europe, the callback, is happening here. En ik geloof echt dat de callback, die grote beweging van de zomer die hier gaat gebeuren. Well, actually in Rotterdam. In Rotterdam. It's part of a series of signs that confirm what God is doing in the country. Dat maakt onderdeel uit van een serie tekenen die bevestigen wat God aan het doen is in het land. And it's not just a sign, it's like a stake in the ground. En het is niet alleen maar een teken, maar het is echt een staak in de grond. God is reclaiming this country. God herclaimt dit land. And I believe that as a church, Shelter, you're not just part of the puzzle. En ik geloof echt dat Shelter, dat jullie als gemeente niet maar een onderdeeltje zijn van de puzzel. You're not just another church part of a big project. Jullie zijn niet een kerk als onderdeel van een groter project. You are a pivotal part of the picture that God is painting in this country. Jullie zijn echt een kernstuk, waar het om draait. I believe that God has called you to be a catalyst in this nation. En ik geloof echt dat God jullie geroepen heeft om als een versneller op te treden in dit land. You are a church of pioneers and you're modeling a new culture. Jullie zijn een kerk vol van pioniers en jullie zijn een voedingsbodem voor een nieuwe cultuur. And I believe that God is saying that you guys have been faithful. En ik geloof echt dat God tegen jullie zegt, jullie zijn trouw geweest. You have been praying and you have been standing for a while. Jullie zijn staande gebleven, jullie bidden al gedurende lange tijd.
You have been expecting for this revival to come. En jullie hebben echt vol verwachting uitgezien naar het bovennatuurlijke. And I feel like God is saying the time is now. En ik geloof echt dat God zegt de tijd is nu. It is time for the Netherlands to take its full place in God's picture. En het is echt de tijd dat Nederland zijn ware plaats gaat opnemen in het plaatje van God. It is time for the nation to take its full place in the heart of God. En het is tijd dat het land zijn ware plaats in het hart van God gaat innemen. And it is time for you guys as a church as well. En het is ook tijd voor jullie als gemeente. Amen. Amen. Ja. Onze respons op een woord van God is ontzettend belangrijk. God doet beloftes en hij laat zien wat hij wil doen. Maar God kiest er altijd voor om samen te werken met mensen. Altijd. Weet je, het is een foute gedachte als we denken we gaan maar zitten en wachten totdat God iets heel groots gaat doen. En nou, als het gebeurt, dan bewegen we wel mee. Weet je, ik geloof niet als wij gaan wachten totdat God opkomt draven, zeg maar, dat hij zijn ding doet. Dan kunnen we heel lang wachten. Maar waar God naar op zoek is, dat geloof ik echt in dit seizoen. Hij zoekt mensen die beschikbaar zijn. Hij zoekt mensen die mee willen bewegen. Hij zoekt mensen die zeggen van, hé, maar ik trek die handschoen aan. Ik wil die handschoen zijn voor de hand van God. Als wij onze hand inderdaad constant in die zak stoppen van die jas, dan kan God hem niet gebruiken. Maar waar God naar op zoek is, dat zijn mensen die zeggen, ik wil meebewegen. Ik wil deel zijn van het plan wat God heeft. Heer, gebruik mij maar. Ik ben beschikbaar. En ik wil je gewoon een moment even heel kort. En zeg van, ja Heer, ik wil gewoon reageren op dit woord. Ik wil het ontvangen. En niet alleen ontvangen, maar ik neem ook mijn verantwoordelijkheid hierin. Om mee te bewegen met wat u aan het doen bent. Heer, gebruik mij maar. Zeg het maar gewoon tegen God. Als je naar verlangt. Heer, ik wil meebewegen. Ik wil meebewegen. Ik wil mijn verantwoordelijkheid op me nemen. Heer, ik wil meebewegen. Ik wil meebewegen. Ik wil beschikbaar zijn voor alles, Heer, wat u mij geeft. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Sherabas en Tirete. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Ja, Heer. Dank u, Jezus. Dank u wel, Heer. Oh, we gaan zulke mooie dingen meemaken met elkaar. Ja. Yeah. Amen. Amen. Ik wil even kort iets onder de aandacht brengen wat hier helemaal op aansluit. Weet je, ik geloof dat het Gods droom is dat onze samenleving, dat onze stad geraakt wordt door het evangelie van het koninkrijk, toch? Dat is het, en onze missie staat wel op onze vlag, maar dat is niet onze droom. Maar ik geloof dat het Gods droom is voor het land waarin wij wonen. Dat hij wil zo graag dat mensen geraakt worden. Diep geraakt worden door het evangelie van het koninkrijk. We willen Gods koninkrijk zichtbaar zien worden in onze wereld. En ik denk dat we daar allemaal in kunnen groeien. Of je nou helemaal aan het begin staat of dat je een expert bent geworden. Maar er zijn momenten nodig dat we ons trainen. Hetzelfde met een profvoetballer. Die kan ontzettend goed zijn, maar toch gaat hij elke dag trainen. Gewoon elke keer weer opnieuw, elke dag te herhalen wat hij eigenlijk al weet. Gewoon te herhalen. En die training heeft hij nodig. En ik denk dat het voor ons als christenen ook zo geldt. Dat als we een missie hebben, dat we constant ervoor moeten kiezen om ons te laten trainen, zeg maar. Om te zeggen, oké, ik ga trainen, ik ga oefenen. Ik wil sterker worden, ik wil beter worden in wat ik al weet. En ik wil nieuwe dingen ontdekken. En dat is de reden waarom we een conferentie hebben georganiseerd. Misschien kun je het laten zien. Hij zit ook in de weekinfo, een folder. Dus de eerste een New Ground conferentie die we gaan organiseren met Shelter. En ik ben daar ontzettend blij mee. Heb je, ja, kijk hier. Dit is de avond. Dit is niet de conferentie. De conferentie zit in de week info. En die is op 17 en 18 april. En eigenlijk wat we willen doen. Je kunt het zien als een tweedaagse training. Een training om beter te worden. Om Gods koninkrijk zichtbaar te maken in jouw wereld. En dat die wereld is voor iedereen anders. Het is net waar God jou geplaatst heeft. Maar we willen hierin groeien. We willen onszelf trainen. En ik vind het fantastisch. We hebben drie sprekers. Twee hele goede sprekers. Nee, dat is flauwekul. Even kijken. We hebben Richie Seltzer hebben gevraagd. En Richie die komt over van Amerika. Speciaal voor deze conferentie. Om ons te helpen hierin te groeien. En daar ben ik zo ontzettend blij mee. Richie is hier vaker geweest. Hij heeft vaker avonden gedaan. En er gebeurt heel veel op die avonden. Er is altijd heel veel kracht. Richie is echt een evangelist die vol in de kracht van de Heilige Geest functioneert. En een jaar geleden kwamen we...
idee van, hey, zou het niet tof zijn, Richie, als je overkomt om onder andere de gemeente en andere mensen ook buiten de gemeente te trainen en te helpen, te groeien om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in onze wereld. Dus Richie die komt en daar ben ik heel blij mee. En Rob van Son, die zal er ook zijn, onze eigen Rob. En ik ken Rob al heel lang en waar Rob echt waar gewoon heel goed in is, waar hij door gebruikt wordt, is werken met de Heilige Geest. En het Koninkrijk van God kunnen we niet brengen zonder de kracht van de Heilige Geest. En dus daarom heb ik ook Rob gevraagd van, joh, doe mee om mensen te trainen, om hierin te groeien. En het belooft echt een fantastische conferentie te worden. Dus mijn vraag is niet, mocht je tijd hebben en staat er niks in je agenda en vind je het misschien leuk om langs te komen? Nee, dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is, maak er alsjeblieft tijd voor. Maak er prioriteit van. Weet je, ik geloof echt, God is met iets bezig. En we willen hier beter in worden, we willen krachtiger worden, we willen zien dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt in onze wereld. En we hebben gewoon die training hebben we nodig. Dus mijn vraag is echt van, zet hem in je agenda, blok hem in en zorg dat je erbij bent. Meer informatie ook op Facebook. Deel die link alsjeblieft. Het is niet alleen voor shelterleden, maar ook inderdaad voor christenen buiten de gemeente. Op andere plekken. Dus we verwachten een hele mooie, heel mooi weekend in april. Goed. Alright, we lopen lekker uit. Tim erop. Ja, yeah. Ik was er vast daar gaan zitten. Het scheelt weer 5 seconden. Je hebt maar 2,5 minuten. Daarom. Nee, we hebben super nieuws wat betreft Wild Saints. Ja, zeker. Want Rob en Afke gaan een waanzinnig mooi onderdeel worden van de club. En ja, alles waar we vanochtend over gesproken hebben, dat zijn we aan het meemaken bij Wild Saints. Dus super cool dat jullie erbij komen. 20-something, dus de 20-plus groep, die vervalt, de naam. En daarvoor gaat iets nieuws in de plaats komen. Iets super vets. David en Matanje hebben vorig jaar het stokje overgedragen. En tot de dag van vandaag meegeholpen om na te denken, hey, wat werkt voor deze groep? En vorig jaar september hebben we als kernteam, toen we een weekend weg waren, hadden we allemaal Rob en Afke op ons hart. Ondanks dat we nog niet precies wisten, oké, wat is nodig? En ja, ze hebben gewoon ja gezegd. Dus dat is echt een eer. Nou, wat Walfried al zei. Hè, dus dat ze echt heel erg met de Heilige Geest leven. En ja, ik kijk er heel erg naar uit. Dus wat gaan jullie doen? Ja, goedemorgen allemaal. Wij beginnen inderdaad, de 20-something is niet meer. En wij beginnen een 023 open groep. Zo hebben we hem genoemd. En het is eigenlijk voor 20 min. Dus als je 19 bent en je denkt, ik hoor er al bij, dan ben je gewoon welkom. Ben je 30 plus, 31, 32, dan hoor je er ook gewoon nog bij. Dan ben je ook gewoon welkom. En we willen op de maandagavond, eens in de 3 weken, een avond hebben. Inloop om 7 uur, 7:30 beginnen. Tot 9 uur. Dus het kost je niet te veel tijd. Maar we hebben zo'n verlangen om gewoon te delen wat we hebben. En dat is gewoon wat op ons hart is. Er zijn zoveel twintigers, zeg maar, die heel veel geven, heel veel delen. Maar die hebben voeding nodig. Bemoediging nodig, bekrachtiging nodig. En wij hopen dat wij dat kunnen bieden voor jullie. Dus 9 maart gaan we starten. En dan om de 3 weken en eens in de 6 weken gaan we ook gezellig eten met elkaar. Dan beginnen we iets eerder. Kom, zou ik zeggen, en voel je vrij. Amen. Amen. Yes. Awesome. Thanks. Nou, ik ben 42, ik begrijp dat ik ook mag komen. Leuk? Cool. Ja. Even een hele kort punt nog. Misschien is je opgevallen, we beginnen altijd om 9:30. Misschien denk je dat we nog steeds om 10 uur beginnen, maar we beginnen echt om 9:30. Het is soms zo verschrikkelijk rustig om 9:30. Dan denk ik, hey, waar zijn alle mensen gebleven? En zou het weer stormen? En dan is het om rond 10 uur, 9:45, is het toch weer behoorlijk vol. Maar het verzoek is, zorg gewoon dat je op tijd bent. 9:30 beginnen we. Je mist ook gewoon iets van de aanbidding. Je mist iets wat God aan het doen is gewoon op die ochtend. Het is goed om ook voor jezelf je voor te nemen. Van, ja, ik wil gewoon op tijd zijn bij de meetings die we hebben. Dus alvast bedankt daarvoor. De offergave, die is voor shelter. Maar ik wil een voorbeeld geven wat we daarmee doen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar afgelopen weekend met het team van Eastgate. Ze zijn met z'n vieren, ze komen over. Ze investeren in relaties, in de Shelter Worship Band hier op deze morgen. Dat zijn projecten die we heel graag doen, maar die kosten ook gewoon geld. Nou, dit is een voorbeeld wat we daar onder andere mee doen. Dus als je zegt, hey, ik vind het tof om dit soort dingen mogelijk te maken. Voel je nog vrij om lekker mee te doen vanmorgen met de offergave.
Heer, dank u wel ook dat we mogen geven vanuit overvloed. Heer, het is ook een kenmerk van uw koninkrijk, vrijgevigheid. Heer, we willen buitensporig vrijgevig zijn in deze gemeente. Heer, we zegenen de offergave in Jezus' naam. Amen. Ik ga snel het woord geven aan Dave Hogan van Eastgate. En hij is hier dit weekend. Hij heeft gisteren ook heel kort gesproken. Ja, laten we hem verwelkomen met een luid applaus. Yeah. It was a Holy Spirit revelation this morning. Seriously, I changed my shirt this morning. Een geintje, we hebben allebei hetzelfde shirt aan en ik heb Yvonne vanochtend gevraagd om mij een blouseje even te strijken, dat ik deze kon. Sorry. Wow, praise God. Praise God, thank you Jesus. Dank je Jezus. Wow, just reach out your hands right now to receive from heaven. Open je handen gewoon om te ontvangen vanuit de hemel. Ho! Yeah, the Lord is releasing miracles right now. Want God zet wonderen vrij nu op dit moment. Wow. The Lord is releasing healing in people's bodies right now. Want God zet genezing vrij in de lichamen van mensen nu op dit moment. There are people in this room. Er zijn mensen in deze ruimte. The Lord is releasing fire in your body right now. En God zet echt een vuur in je lichaam vrij. Hij laat je echt branden. Whenever I preach, waar ik ook spreek, people get healed. Daar worden mensen genezen. It's not because I have a special anointing. Het is niet omdat ik een speciale zalving heb. It's no more special than yours anyway. Het is niet bijzonderder dan die van jou. But it's because I'm confident. Maar ik vertrouw erop. That my father is who he says he is. Dat mijn vader degene is die zegt dat hij is. And he can't help himself. En hij kan zichzelf, hij kan niet anders. He just loves healing people. En hij houdt ervan om mensen te genezen. The Lord is healing somebody with TMJ right now, jaw pain. En de God geneest iemand met kaakpijn op dit moment. I saw somebody, I think it might have been a lady, trying to bite something and it was like agony pain. En ik zag ik denk dat het een vrouw is die iets probeerde te bijten en op iets te bijten en het deed echt vreselijk zeer. If that is you, can you put your hand in the air? Want als jij dat bent, wil je dan alsjeblieft even je hand opsteken? Don't be shy. Over here. Hey. Thank you, Father. Dank je, Vader. Thank you, Father. Lord is releasing grace in your body right now. God He's releasing grace in your body right now. Nu, no one needs to pray for you. Niemand hoeft te bidden voor je. The presence of the Lord is doing it right now. Want Gods tegenwoordigheid doet het wow. Nu op dit moment. Thank you, wow. Father. Dank u, Heer. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. I feel like the Lord is also healing debilitating conditions. Yes. Debilitating, like as in conditions that take all your energy and your strength. Okay. En ik geloof ook dat God echt zo'n sluimerende ziekte aan het genezen is die al je energie wegzuigt. If you have a debilitating condition of some kind, could you put your hand in the air? Als je zo'n soort sluimerende ziekte hebt die je echt leegzuigt, steek dan je handen op. Right now, Father, I just bind that spirit of infirmity right now. Vader, nu op dit moment bid ik die geest van zwakte nu op dit moment. The Lord is binding that right now in Jesus' name. God bindt dat nu in Jezus' naam. And he's releasing resurrection life in you right now. En hij zet opstandingsleven, opstandingskracht in je vrij nu op dit moment. The Lord says, I have decreed life for you. Want God heeft gezegd, ik heb leven voor jou besloten. I've decreed life in abundance for you right now. Leven in overvloed. And as I speak these words, en als ik deze woorden spreek, he's actually imparting it into your body right now. Dan maakt hij dat waar in jouw leven, in jouw lichaam. Fire is being released into you right now. Fire is being released to you. Fire is being released to you right now. Fire is being released in you right now. Vuur wordt nu in je vrijgezet. Wow, God. Thank you, Jesus. The Lord is also healing skin conditions like eczema. En God geneest ook nu eczeem. Fire is coming on you right now. Vuur komt er nu op je. Wow, thank you, Father. Thank you, Father. I also feel like there's somebody in the room. En ik geloof ook dat er iemand in de ruimte is, in de zaal is. Who was recently diagnosed with a serious throat condition of some kind. Die onlangs de diagnose gekregen heeft dat er iets echt zwaar mis is met zijn keel. Or something affecting the throat. Of iets wat een negatief effect heeft op de keel. If that's you, could you put your hand up, please? Als dat om jou gaat, wil je je hand opsteken, top. You over there. The Lord is releasing fire in your throat right now. En God zet echt vuur in je keel vrij op dit moment nu. I know he's doing it. En ik weet dat hij dat doet. I know he's doing it. Ik weet dat hij dat doet. It's not a one day thing, it's not a maybe.
Het is niet een eendags iets, niet een misschien of een tenzij. How many people know Jesus never said the word maybe? Hoeveel van jullie weten dat Jezus nooit het woordje misschien? It's not in there. Dat staat er niet. I can't see it. Het staat nergens geschreven. Although he knows everything. Hoewel hij alles weet. I actually think that word is not in his vocabulary. Geloof ik niet dat dat woord in zijn vocabulaire is. Because it says every promise. Want er staat elke belofte. Finds its yes and amen in him. Heeft zijn ja en amen in hem. Vindt zijn vervulling in hem. It can never be a one day or a maybe. Het is nooit een Eén dag iets of een misschien. Because the yes and amen is here. Want de ja en de amen staat hier. He's here right now. Hij is hier nu op dit moment. And he can't deny who he is. En hij kan niet ontkennen wie hij is. So I need to tell you something. Dus ik moet je iets vertellen. As I'm talking today. Als ik aan het praten ben vandaag. I want you to interrupt me. Dan wil ik dat je me onderbreekt. I want you to interrupt me when you feel the Lord touching your body. Dan wil ik echt dat je me onderbreekt op het moment dat je voelt dat God je lichaam aanraakt. Now I know that we're European. Ik weet dat we Europees zijn. And we don't like to do certain things. En we houden er niet van om bepaalde dingen te doen. We don't always like to do things that feel uncomfortable. We houden er niet van om iets te doen waar je je niet echt heel comfortabel bij voelt. But as much as we love being European. Maar hoe Europees we ook zijn. I want us to stop that part of being European for a bit. Ik wil even dat je dat opzij legt en eroverheen stapt. If you will partner with me. Als jij samen met mij optrekt, then you will receive what the Lord has got for you. Dan zal je ontvangen wat God voor je klaar heeft liggen. And he's got wholeness for you. En hij heeft heelheid voor je klaar. And life for you. En leven voor je klaar. And as you step forward and raise your hand, en als jij naar voren komt en je hand omhoog doet, you'll release breakthrough for the people around you. Dan zet je ook een overwinning vrij. It always happens. Voor de mensen om je heen. Dat gebeurt altijd. People see he's really doing it. En mensen zien hij doet het echt. It's actually happening. Het gebeurt. And then suddenly your breakthrough. En dan ontvang je ook jouw doorbraak. Becomes their breakthrough. En dan wordt jouw doorbraak hun doorbraak. So you up for that? En ben je yeah? Daarvoor? So raise your hand at any point as you feel the Lord touching you. Dus hef je hand op. Op right here? Yep. Als je voelt dat God je aanraakt. En wat ervaar je? What's happening? Your lungs. What's happening? Ik voel echt dat die mijn longen. That's great news. Dat is goed nieuws. Wow, how does it feel? Does it feel like heat? Voelt het als hitte? Was het echt doorbloeding, streaming. Wow. What was wrong with your lungs? Damage to my lungs. Damage. Schade aan mijn longen. Wow. So als klein kind had ik al een bepaalde afwijking in mijn longen als gevolg van difterie. En ik en I'm always coughing en ik hoest altijd. And can you it became more apparent when I was 60. Ah. So, okay. And can you feel something physically different right now? I feel this stream from the moment you said about this there. That's good news. Wow. That is good news. Wow, thank you, Father. Wow, he's so good. Was there someone else back there that put their hand up? Yeah. What's going on? What are you experiencing? Your heart. What's happening to your heart? Boom, boom, boom. And what was wrong with your heart? It's beating. What was verkeerd met je hart, André? Okay, normally it skips a beat. Oh. It's hard. Yes. And that's amazing. Down here. Huh? All of them. They're on your list. Ze heeft hier een lijstje klaar liggen en dat staat allemaal op haar lijst. Wow. Dat is geweldig. He really knows what he's doing. En God weet echt wat hij aan doet. Wow. I think we need to just part join with what God is doing right now. En ik geloof echt dat we ons moeten aansluiten. I think we need to pay attention to what he's doing right now. En ik geloof echt dat we er aandacht aan moeten besteden aan wat God aan het doen is nu op dit moment. I've got a whole message here that I'm already out of time on. Ik heb hier een hele boodschap voor je klaar liggen, maar we lopen nu al uit de tijd, dus dat gaat goed. It's so important that we steward what he's doing. En het is zo belangrijk dat we goed zorgen voor datgene wat hij aan ons toevertrouwt. God right now as we are here in this room. God nu op dit moment.
God is releasing power into people's bodies. God zet kracht vrij in de lichamen van mensen. He's releasing new lungs. En hij zet nieuw leven vrij. He's restoring irregular heartbeats. Hij herstelt een onregelmatige hartslag. This is happening right now. Dit gebeurt nu. No one prayed for those people. Niemand heeft voor ze gebeden. No one's done anything. Niemand heeft iets gedaan. I haven't been fasting a week for that. Ik heb er niet een week voor gevast. I had no idea. Ik had echt geen idee. I never know what he's doing. Ik weet nooit wat hij aan het doen is. Yes. Your back. Did you have a back problem? You can't feel the pain. Wow! En nu is het verdwenen. Wow! He's doing miracles in here right now. God doet wonderen nu hier op dit moment. He's so good. Hij is zo goed. I told you he can't help it. Ik heb je al verteld, hij kan niet anders. Wow, thank you, Father. Dank u, Vader. Wow. I feel the Lord is there is that is just the start. En ik geloof echt dat dit pas het begin is. I really feel like we need to be aware of the shockwaves. En ik geloof echt dat we ons ja, bewust moeten zijn van die schokgolven die door de zaal gaan. That are going to ripple through this room. Die door de zaal heen gaan. I feel like the Lord is saying. En ik geloof echt dat God zegt. I didn't come here to heal 3 or 4 people today. Ik ben hier niet gekomen om maar 3 of 4 mensen te genezen deze ochtend. I came here to make this place a house of miracles. En ik ben gekomen om dit huis een huis van wonderen te maken. And I really believe that that's what he's doing. En ik geloof echt dat hetgeen is wat hij aan het doen is. It's amazing how it can just start with just a few small things. En het is verbazingwekkend hoe het lijkt te gebeuren met een paar kleine dingen. All it takes is a few small things. Er zijn maar een paar van die kleine dingen voor nodig. And people who are determined. En mensen die oplettend zijn. To partner with that. Om daarbij aan te sluiten. And they're like, I'm going to steward that. En die zeggen, ik ga er heel goed voor zorgen. I'm not going to change the subject. Ik ga het onderwerp niet veranderen. I'm not going to let go. Ik laat niet los. I'm going to partner with that. Ik sluit me aan bij wat er gebeurt. Because when we partner with him. Want als we ons aansluiten bij wat hij doet. Whatever he's doing. Wat hij ook maar doet. Increases. Zal groeien en zal toenemen. It multiplies. En het vermenigvuldigt zich. So if you will just commit today. Dus als jij vandaag de toewijding maakt. To steward what he's already started doing right now. Om goed te zorgen voor datgene wat hij nu al aan je toevertrouwd heeft. Of wat hij nu al doet. It's in his word. Dan staat er in zijn woord. That it will increase and multiply. Dat hij zal doen toenemen en vermenigvuldigen. Because of the increase of his government and his peace. Want zijn regeringen, zijn vrede zal toenemen. There is no end. En er komt geen einde aan. That's amazing. I love that. En ik hou ervan. You know, if we actually partner with that simple truth. En als wij ons aansluiten en ons verbinden met die eenvoudige waarheid. It doesn't matter where you are at right now. Dan maakt het niet uit waar je nu vandaag staat. It doesn't mean denying that you might have a health problem right now. Het gaat er niet om dat je dan ontkent dat je nu een gezondheidsprobleem hebt. You've got to be real about that. Nee, daar moet je echt eerlijk in zijn. But the truth. Maar de waarheid is. Is that I am getting healthier every minute. Is dat ik elke minuut gezonder word. I've got more life for me than I had 5 minutes ago. Ik heb meer leven in me dan dat ik 5 minuten geleden had. And in 5 minutes time I'm going to have even more life for me. En over 5 minuten heb ik nog meer leven. Oh, because the author of life. Want de auteur van het leven. Dwells within me. Woont in mij. And he dwells within you. And so all he's doing, he's multiplying life in me all the time. En hij vermenigvuldigt leven in je. Wow, that's so good. Yeah, thanks for seeing. Wow, he's so good. Hij is zo goed. Wow, thank you, Father. Wow. Ho! Thank you, Father. Dank u, Vader. Grace! Wow. Grace! Genade. He's releasing fresh grace right now. Hij zet opnieuw genade vrij. Wow. Vers nieuw. Can you feel it? Voel je dat? I can feel it right now. He's releasing fresh grace right now. Fresh grace right now. I actually feel like the Lord is, he's releasing a new measure of his presence today. Ik geloof echt dat hij een nieuwe mate van zijn tegenwoordigheid uitstort. And most importantly, the ability to steward it. En bovenal ook de bekwaamheid om daar goed voor te zorgen. You know, two of my great passions. Twee van mijn grote passies. Number one is increasing people's awareness of what they already have. En een van mijn passies is echt mensen bewust te maken van wat ze al ontvangen hebben. And number two is increasing their value for it. En
Het tweede is hun waardering ervoor te vergroten. Because that's how you get to steward it. Want daardoor ga je er beter voor zorgen. Because I feel like the Lord is saying. Ik geloof echt dat God zegt. It's time to stop asking. En het is tijd om te stoppen met vragen. For what I already paid for. Voor waar ik al voor betaald heb. Prayer is good. Gebed is goed. But asking for things we already have is not good. Maar vragen voor degene wat je al ontvangen hebt is niet goed. That actually comes from an orphan mindset. Want dat komt vanuit een wees mindset. Sons and daughters know what their father has given them. Zonen en dochteren weten wat hun vader hun al gegeven Amen. Heeft. Amen. Amen. What's happening here? Wat gebeurde er met jou? Gewoon maar in het Nederlands hoor, alsjeblieft. God geeft me opnieuw. God is giving me joy, restoring my joy, joyful life. I love that. Yes. Oh, that's good news. I've been depressed for the main part of my life. Wow. And he already turned me around 180 degrees towards life. But he is restoring my joy for life. Yes! Wow. Wow. Somebody's wrist is being healed. Whose wrist is being healed right now? The pulse van iemand wordt genezen nu op dit moment. It's you? Yeah. Oh, he really loves you today. Het is goed om hier te zijn vandaag, zeg voor jou. Wow. What's happening with your wrist? It's just gone. Come on, Jesus. Ik heb twee jaar geleden mijn pols gebroken en het deed nog pijn, maar die pijn is nu echt helemaal weg. Wow. Wow. Oh, God is stirring something up in this nation, isn't he? God is echt iets bijzonders aan doen in dit land, toch? He really is. But you know what? He needs his soldiers to be fully armed. Maar hij heeft het nodig dat zijn voetsoldaten, zijn soldaten volledig bewapend zijn. And the thing that he needs them to be armed with. En waar ze zich mee moeten bewapenen is. Is the presence of his love. Is de tegenwoordigheid van zijn liefde. You know, yesterday we were driving to the airport early in the morning. En gisterochtend reden we naar het vliegveld. We don't even remember the journey because we were so tired. But one thing we remembered. Maar er was één ding wat we ons herinnerden. Is we realized that for a long time we'd been following this car. En we reden al een hele tijd achter een bepaalde auto aan. And it had its boot wide open on the motorway. En die had zijn achterklep wagenwijd open midden op de snelweg. And all this stuff was trailing out of it. En er hing van alles uit. And it was happening for ages. En dat duurde echt een hele tijd. And the funny thing happened yesterday. En gisteren gebeurde het grappige. When we were in here with the worship team. Toen we hier waren met het aanbiddingsteam. I was sat there looking at facing the window. En ik keek opeens het raam uit. And a car drove past. En er reed een auto langs. The same type of car. Hetzelfde type auto. With its boot open. Met zijn achterklep open. And stuff coming out of it. En alle troep die eruit kwam. I didn't tell anyone. Ik heb dat tegen niemand verteld. Because I didn't know what it meant. Want ik wist niet wat het betekende. But when I woke up this morning. Maar toen ik vanochtend wakker werd. I remembered it. Toen moest ik eraan terugdenken. And I feel like the Lord is saying. En ik geloof echt dat God aan dat tegen jullie wil zeggen. We're in a season. We zitten in een seizoen. Where you can't afford to be careless with what I'm giving you. Is dat je niet onzorgvuldig kan zijn met wat hij aan je toevertrouwt. Because where I'm taking you. Want waar ik je naartoe breng. You're gonna need it. Heb je het nodig. Amen. 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 So just put your hand on your heart. Dus leg je hand op je hart. And just say, Lord. En zeg, Heer. I receive it. Ik ontvang het. I receive what you've got for me today. Ik ontvang wat u vandaag voor mij heeft. And I will never be the same again. En ik zal nooit meer dezelfde zijn. Amen. Amen. Wow. You know, I feel like I believe that most of the time when I come to a church. En ik geloof de meeste keren dat ik of de vaak als ik naar een kerk kom. Or when I'm at Eastgate. Of als ik in Eastgate ben. I actually don't think I impart anything most of the time. Dan geloof ik niet dat ik iets echt overdraag. Iets importeer. What I actually do. Want wat ik echt doe. Is increase people's realization. Ik vergroot het besef, het bewustzijn bij de mensen. Of what they already have. Van wat ze al hebben. And activate that within them. En ik activeer dat. En ik zorg ervoor dat ze het gaan begrijpen en daarnaar kunnen handelen. I can't give you what you already have. Ik kan je niet geven wat je al hebt. I really believe that. Dat geloof ik echt. Wow, thank you Jesus.
So we've got 10 minutes left. And I haven't even started. We're doing well. We're doing well. Thank you, Father. Wow. Wow. You know, I was preaching recently about the Lord's Prayer. En ik heb onlangs gesproken over het Onze Vader. And particularly the lines about your kingdom come, your will be done. En vooral over dat deel, uw wil geschieden en uw koninkrijk komen. And I asked the question. En ik vroeg de vraag. Why did Jesus teach us to pray for something? Waarom leerde Jezus ons te bidden voor iets? That he knows God already wants. Wat God al wil. And is in fact already doing. En ook al waar we mee bezig zijn. Because unlike what we commonly taught. Want wat heel vaak aan ons verteld wordt. Or what we sometimes sing. Of wat we soms denken. The question here. De vraag hier is. Is not whether the kingdom is here or not. Het draait er niet om de vraag of het koninkrijk van God hier is of niet. It's whether our minds are up there. Het draait erom of onze gedachten daar zijn. It's about being in alignment with him. Het is of onze gedachten en ons leven in overeenstemming is met waar hij mee bezig is. You know, the church is only going to move into maturity. De gemeentes worden alleen maar volwassen. When we stop asking for what we already have. Als we stoppen met vragen voor wat we al hebben. Amen. Thank you, God. You know, I was preaching last year. Afgelopen jaar sprak ik. And I was sharing about how God was going to start releasing people into heavenly encounters. En ik sprak erover dat God mensen gaat roepen tot echt hemelse ontmoetingen. And I prophesied that over Eastgate. En ik heb dat geprofeteerd over Eastgate. I didn't know what it was going to look like. En ik wist absoluut niet hoe het eruit zou zien. But I really felt like that was going to start becoming normal for people. Maar ik had echt de overtuiging dat dat normaal zou worden voor mensen. Two weeks later. 2 weken later. I was asked to pray for someone. Werd ik gevraagd om voor iemand te bidden. Who had a really bad diagnosis. En die had echt een hele slechte diagnose. And they said, could you pray for healing? En ze vroegen aan me, wil je bidden voor genezing? And so it was at the end of the service. Het was aan het einde van de dienst. And I just put my hand on her head, en like this. Ik legde mijn hand op haar hoofd. And I just said, fire. En ik zei, vuur. And she just went, poof, on the ground. En ze ging, poef, onderuit. And I generally take that as a good sign. En normaal gesproken neem ik dat aan als een goed teken. I don't need to see that happen. En ik hoef niet te zien dat het gebeurt. But when it does, maar als het gebeurt, I get out of God's way. Dan stap ik even uit Gods weg. At this point, everybody was just milling around drinking coffees. En op dit moment, of op dat moment, was iedereen stond eromheen een bakje koffie te drinken. We had no idea what was going on. En we hadden geen idee wat er gebeurde. But the next week, that lady came and spoke to me. Maar de week erop kwam die mevrouw naar me toe en ze sprak. She said, "You don't know what happened." Je weet absoluut niet wat er gebeurd is. She said, "When you put your hand on me and I went down." Toen je mijn hand op me legde en ik ging onderuit. I suddenly left the room. Verliet ik opeens de ruimte. And I was in heaven with Jesus. En was ik in de hemel bij Jezus. Looking at him face to face. En ik zag hem van aangezicht tot aangezicht. I saw loved ones who have died. Ik zag geliefden die al gestorven waren. And Jesus was just talking to me. En Jezus sprak met me. And I said to him. En ik zei tegen hem. Lord, are you calling me home now? Heer, roept u me nu naar huis? He said, I am calling you home. Hij zegt, ik roep je naar huis. But not yet. Maar nu nog niet. Not yet. Nu nog niet. This lady's friend. De vrienden van deze dame. At one point put her hand on her. Op een bepaald moment legde die de hand op haar. And as soon as she touched her. En op het moment dat ze haar aanraakte. Suddenly she went into a heavenly experience. Kreeg ze ook zo'n hemelse ervaring. Just by touching her. Alleen maar door haar aan te raken. That lady. Die vrouw. Is completely lost all fear. Is compleet bevrijd van al haar angst. Her daughter says. Haar dochter zei. She's got a completely different personality. Ze heeft een totaal andere persoonlijkheid. She's filled with peace. Ze is gevuld met vrede. Joy. Vreugde. Life. Leven. Before she was stressed. En daarvoor was ze vol stress, vol spanning. Full of fear. Vol van angst. Now why am I sharing this with you? Waarom deel ik dit met jullie? Nobody that day was pleading for God to do that. Niemand smeekte God om dat te doen op die dag. Nobody was fasting for a week that there would be a heavenly encounter. Niemand had gevast voor een week dat er een bovennatuurlijke ontmoeting zou zijn. We were drinking coffee and eating biscuits. We stonden eromheen met een kopje koffie en ons cookie. Because the thing is, God wants you to know. Want God wil dat je weet. That He wants to do this more than you want Him to do this. Dat Hij er nog meer naar verlangt dan dat jij er naar verlangt om dit soort dingen te doen. The biggest thing we can do. Het grootste wat wij kunnen doen. Is to change the way we think. Is de manier waarop we denken veranderen.
Amen. Amen. Yeah, preach. Wow, thank you, Father. Dank u, Vader. Skipping out a whole load of my message here. Een groot deel van mijn boodschap overslaan. A visitation culture. Een cultuur waar God op bezoek kan komen. Will always be a performance culture. Is ook een cultuur waarin geleverd wordt, waar dingen gebeuren. It's unavoidable. Dat kan je niet. Daar kan je niet aan ontkomen. When we posture ourselves, als we onszelf positioneren, from asking him to come, en dat we in plaats van hem vragen om te komen, approaching him from a point of view of lack, en dan benaderen we eigenlijk God eigenlijk altijd vanuit een positie van gebrek. It will always become about doing more. En het gaat altijd van ik moet nog wat meer doen. Oh, we needed to do more today. We hadden vandaag eigenlijk nog veel meer moeten doen. We should have worshipped harder. We hadden nog harder moeten aanbidden. We should have prayed for longer. We hadden nog langer moeten bidden. We never did enough. We hebben nooit genoeg gedaan. And that's a performance culture. Dat is een performance cultuur. Een cultuur waarin je zelf je best moet doen. But a habitation culture. Maar een cultuur waar God woont. Is where he dwells within me. Dat hij echt in mij verblijft. Because his presence, want zijn tegenwoordigheid, and his love, en zijn liefde, is unconditional, is onvoorwaardelijk. Because he's a good father, want hij is een goede vader. The love of an average father, de liefde van een gemiddelde vader, is unconditional, is onvoorwaardelijk. The love of a perfect father, de liefde van een perfecte vader, has to be unconditional, kan niet anders dan onvoorwaardelijk zijn. In Ephesians 3, in Efeze 3, verses 17 to 19, vers 17 tot 19 staat, Paul prays. Aanbid God. Paul prays. Bid Paulus. He prays for us to know this love. Dan bid Paulus dat wij die liefde zullen kennen. That surpasses knowledge. Die ons begrijpen, ons denken te boven gaat. That you may be filled. Zodat je gevuld zal zijn. To all the measure. Naar die mate. Of the fullness of God. Van de volheid van Christus, van God. Now when he says that you would know. Als hij zegt dat je zal kennen, that is not a head knowledge. Dat is geen hoofdkennis. This is really important. En dat is wat je goed moet begrijpen. The word that he uses there, het woordje wat hij daar gebruikt, in the Greek, in het Grieks, means to experience firsthand. Betekent uit eigen hand ervaren, in eerste zelf ervaren. So he prays. Dus hij bidt. For us to experience firsthand. Zodat we zelf this love, die liefde zullen ervaren, that goes past head knowledge, die boven ons kennen en begrijpen uitgaat. And what does that mean? En wat betekent dat? It means that you are being filled with the fullness of God. Dat betekent dat je al gevuld bent met de volheid van God. So when you experience his love, dus als je zijn liefde ervaart, you are being filled, dan word je gevuld with the fullness of God, met de volheid van God. The presence of God, de tegenwoordigheid van God, is not a thing, is niet een ding. It's not a force, het is geen kracht. It's not this mystical, intangible thing. Het is niet dat mystieke, onaanraakbare iets. It's the presence. Het is de tegenwoordigheid. Of your daddy's love. Van de liefde van je vader. That's what it is. Dat is wat het is. It's not more complicated than that. Het is niet complexer dan dat. Now when you know it's unconditional. En als je begrijpt dat het onvoorwaardelijk is. And you know that your father. En je weet dat je vader. Doesn't want you to go one second. Die wil niet dat je ook maar één seconde without knowing his love leeft zonder zijn liefde te kennen. Then you realize that you never need to be refilled. Dan weet je ook dat je nooit opnieuw gevuld hoeft te worden. Because he's constantly filling you. Want hij is je continu aan het vullen. The only thing missing, het enige wat mist, is our awareness of it. Is ons bewustzijn, ons ervaren, ons weten. Amen. Amen. All right. So I want you to turn to wow, I had so much good stuff here. Ik had echt heel veel goed materiaal. To 2 Samuel 6. Ga met me mee naar 2 Samuel 6. Sorry. That's okay. Now we don't have time to read this all. We hebben niet tijd om het hele stuk te lezen. Maar so we're just going to have to skip to some parts. We gaan een paar stukjes lezen. But the context of this part of the story. Maar de context van dit verhaal. Is that the ark of the covenant. Is dat de ark van het verbond. Which was captured by the Philistines. Die door de Filistijnen gevangen genomen was. Is being brought back to Jerusalem. Dat die teruggebracht wordt naar Jeruzalem. Now,
When we get to verse 6, en dan lezen we in vers 6, we find out that the ark slips. En dan lees je dat stukje dat die ark van de wagen afglijdt. Because it says the oxen stumbled. Want de ossen die struikelden. And what happened is that Uzzah. En wat er gebeurd is dat Uzzah reached out to grab the ark. En ja, uitreikt naar die ark om die ark tegen te houden. And he was killed. En hij valt dood ter plekke neer. As a result of doing that. Terwijl hij dat deed. And it says that David was angry. En dan staat er dat David boos was. Because the Lord's wrath had broken out. Oh, vanwege de wraak van God die losgebroken was. It then says that David was afraid. En dan staat er ook dat David bang was. And he said, "How can the ark of the Lord ever come to me?" Hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? How many people know? Hoeveel van jullie weten? That the ark of the covenant is dat de ark van het verbond. In the Old Testament. In het Oude Testament. Represents the presence. Is het beeld van de tegenwoordigheid van God. Amen. It represents the presence that's inside you and me. Het vertegenwoordigt de tegenwoordigheid van God in jou en mij. And it says he in verse 10. In vers 10 lezen we that he was not willing. En dat hij niet meer wilde to take of the ark of the Lord to be with him. Dat de ark bij hem zou komen. Everyone say he was not willing. Hij wilde niet meer. A little bit louder. Een beetje luider. Say it like you mean it. Zeg het alsof je het meent. He was not willing. Hij was niet meer bereid. Hij wilde niet meer dat die ark. Instead, he took it aside. In plaats daarvan zette hij het op een andere plaats neer. Everyone say he took it aside. Hij zette het op een andere plaats neer. To be in the house of Obed-Edom. Om in het huis van Obed-Edom. And it was there for 3 months. En de ark van de Heer was daar voor 3 maanden. And what happened to Obed-Edom? En wat gebeurde er met Obed-Edom? Is that his house was blessed. Zijn huis werd gezegend. Everything was blessed. Alles was gezegend, zijn hele huishouden. Now imagine if you had this massive ark in your living room. Stel je eens voor dat je die ark, die grote ark in je huiskamer hebt. It's really big. Het is best wel groot. And you've just heard that someone who touched it died. En je hebt net gehoord dat iemand die hem aangeraakt heeft stierf. Imagine you got your sofa here. Dus ik denk dat je bank hier. Your armchair there. Je lekkere stoel daar. And your beautiful flat screen TV. En je schitterende grote tv daar. Perhaps the football's on. Misschien is Ajax. And every time you try and move around the house, you. Elke keer als je door het huis loopt, loop je er echt zo. It's really not convenient. Dat is niet echt gemakkelijk. And it doesn't make sense. En het slaat ook nergens op. And it's probably frustrating at times. En het is behoorlijk frustrerend. But the Lord blesses everything in that house. Maar God zegent alles in dat huis. David got offended by God. David nam aanstoot aan God. This is probably the one time that David got offended by God. Dit is misschien de enige keer dat David echt aanstoot nam aan God. If we want to live a presence-centered lifestyle. Als wij zo'n levensstijl willen hebben waar de tegenwoordigheid van God centraal staat. And if we want to experience the blessing of that. En als we de zegen daarvan willen ervaren. Don't expect convenience. Verwacht dan niet een gemakkelijk leven. Verwacht dan geen gemak, comfort. There are two kinds of believers. Er zijn twee soorten geloven. When it comes to the presence. Als je kijkt naar de tegenwoordigheid van God. Those who want it no matter what. Degenen die het hoe dan ook willen, wat het zo kost. And those who filter their appetite through this. En degenen die hun honger naar de tegenwoordigheid van God met hun verstand filteren. If we limit our value for the presence. Als we onze waardering voor de tegenwoordigheid van God. To what we understand with our minds. Beperken tot wat we begrijpen met onze gedachten. It is inevitable. Dan is het onontkoombaar. That at some point. Dat op een bepaald punt. When we don't understand. Als we het niet begrijpen. We will get offended. Dat we aanstoot nemen, ons irriteren. And like David. En net zoals David. We will push it aside. Het de tegenwoordigheid van ons afduwen. But there is always hope. Maar er is altijd hoop. Because like David. Want net zoals David. We can change. Kunnen we veranderen. David saw the fruit. David zag het effect, de vrucht. He saw the benefit. Hij zag het voordeel. He saw the blessings. Hij zag de zegen. It doesn't say that he immediately stopped being offended. Er staat niet dat hij zich direct niet meer irriteerde of aanstoot nam. He just stopped looking at his offense. Hij stopte met kijken naar zijn ergernis. He was looking at the blessing. Hij keek naar de zegen. I want to encourage you today. En ik wil je echt vandaag aanmoedigen. If you've encountered difficult things in the past. Als jij lastige, moeilijke dingen in het verleden hebt meegemaakt. Disappointments. Teleurstelling. People not getting healed. Mensen die niet genezen. People being lost.
Mensen die verloren zijn gegaan. Messes being made. Troep ellende die ontstaan is. I want to encourage you today. Dan wil ik je vandaag aanmoedigen. To stop looking at those things. Stop met kijken naar die dingen. I'm not saying that you need to forget about them. Ik zeg niet dat je moet vergeten wat er gebeurd is. I'm just saying look at the blessing. Ik zeg kijk naar de zegening. Look at what the Lord is doing. Kijk naar wat God aan het doen is. Amen. 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 Wow. Our experience of God in the big moments. Onze ervaring van God op die grootste momenten. The moments where we really want him there. Die momenten dat we hem echt daar willen. Is directly proportional. Is staat in een directe verhouding. To our value of for him. Tot onze de waardering voor hem. In the small ones. In de kleine ontmoetingen. In the inconvenient ones. In die ongemakkelijke ontmoetingen. When no one's watching. Als niemand kijkt. The ones that don't fit our timetable. Die ontmoetingen die niet passen in onze agenda, in ons tijdschema. The Holy Spirit loves inconvenience. De Heilige Geest houdt ervan. Honestly, he really does. Momenten. Echt, daar houdt hij echt van. He won't fit into our plans. Want hij past niet in onze plannen. It's amazing how we think we can fit God into a box. En het is verbazingwekkend hoe wij denken dat we God in een doosje kunnen stoppen. But it really doesn't work like that. Maar het werkt echt zo niet. If you today, als jij vandaag, decide that you want, als jij vandaag het besluit neemt dat je wil, like David, net zoals David, to turn, om je om te draaien, and that you're saying that I want the presence. En als je echt zegt ik wil die tegenwoordigheid van God, no matter what, wat het maar kost, it doesn't mean I'm denying things from the past. Ik ontken geen dingen die in het verleden gebeurd zijn. I'm not denying the reality of what happened. Ik ontken de realiteit van wat er nu gebeurt niet. But today, maar vandaag, I choose, kies ik ervoor, that from now on, dat vanaf nu, I'm standing for this one thing. Dan sta ik voor dit ene ding. And I'm not going to change the subject anymore. En ik ga het onderwerp niet meer veranderen. I will be a house of his presence. Ik zal een huis van zijn tegenwoordigheid zijn. If that feels like that speaking to you, en als jij het idee hebt dat dit een woord voor jou is, would you stand right now? Wil je dan alsjeblieft gaan staan? And I want to pray for you. Dan wil ik voor je gaan bidden. You know, Colossians 2. In Colossians 2. Verse 10. It says that you have been given fullness in Christ. Is dat je de volheid van Christus ontvangen hebt? That word means completeness. Dat betekent compleet, geheel. Lacking nothing. Zonder dat je tekort hebt aan iets. So right now I'm not really releasing more of God to you. Dus ik zet nu niet meer van je. But I'm activating what's in you. Maar ik activeer al datgene wat in je is, wat God al aan je gegeven heeft. So Father, right now I just release grace in this room right now. Dus Vader, we zetten genade vrij nu. I release a fresh fire right now, God. We zetten een vers vuur. I release a fresh baptism of your fire right now in Jesus' name. Een verse doop van uw vuur nu op dit moment. Would you activate spirits in this room right now? Dat u geesten, harten activeert nu op dit moment. I call your spirit forth. En ik roep je geest tevoren. To lead you. Om je te leiden. Over your brain. Ja, boven je begrip, boven je verstand uit. Just say this, repeat after me. Herhaal mij maar. Brain. Hersenen. I love you. Ik hou van je. But you need to take the back seat. Maar je moet op de achterbank plaatsnemen. Don't worry. Maak je geen zorgen. You'll work it out later. Je gaat het later wel begrijpen. You can't receive love through your intellect. Je kan liefde niet met je intellect begrijpen. Fire, God, right now in Jesus' name. I release your fresh fire of your love, God, right now in Jesus' name. The fresh baptism of your love right now, Father, I ask in the name of Jesus that you would touch lives right now in Jesus' name. That you would anoint people with love right now. I release your spirit of love right now. Dat u mensen doopt met uw liefde. Ik zet uw liefde opnieuw vrij op dit moment. In Jesus' name. In Jezus' naam. All right, let's give God thanks. Hey, laten we God danken. Amen. Amen. Ja, dank u wel, Heer. Dank je wel, Dave. Thanks, Dave, for your message. Wow. Het is altijd leuk om te kijken hoe gaan we nu eindigen. Ik wil je de gelegenheid geven om nog even langer bij God te zitten. En ik denk dat het goed is om... misschien wil je de muziek aanzetten. En
Het is al ver over tijd, maar dat maakt niet uit. Maar om je gewoon even een moment te geven. Om de woorden die je gehoord hebt in te laten zakken. En niet om het te proberen te begrijpen, maar dat je het ontvangt in je geest. En we kunnen weer overgaan op de orde van de dag. Koffie drinken, een beschuitje. Of een beschuitje, een biscuit. Een beschuitje. Ja, met muisjes. Een koekje. Maar het is goed om even de tijd te nemen. Heilige Geest, wilt u komen? Heer, de woorden die gesproken zijn, dat ze gaan landen in mijn geest. We ontvangen het in Jezus' naam. In Jezus' naam. Shabrapasetita. It washes over every doubt, every imperfection. Jesus, your presence is the calm.